We gaan eerst verder met de heren. Om de derde plaats Ogawa tegen Selim Tataroglu. De sterke Turkse judoka Selim Tataroglu. Tegen Ogawa. De Japanner naar de grond gebracht en Tataroglu met zijn rode band om viervoudig wereldkampioen deze Ogawa. Dat is natuurlijk een aanslag op je conditionele reserves zo vlak achter elkaar dat soort zware wedstrijden draaien. Laten we niet vergeten dat Ogawa zojuist verloren heeft van Muller. En een kokaatje voordeel voor de Turkse judoka. Selim Tataroglu. Dat scheelt er niet veel voor hij. Die coachigari van poging van Ogawa. Klein voordeeltje voor de mannen Turkije. Goed weggestapt daardoor de man uit Turkije, Selim Tataroglu. Veel worstelaars uit die landen, afkomstig uit het, veel judoka's afkomstig uit de worstelsport. En ook Turkije heeft natuurlijk een zeer lange en grote staat van dienst in het worstelen. En dat dring je ook door naar het judo. Ja, en Ogawa zal toch wel zeker op zijn minst hier in eigen land met een bronzen medaille naar huis willen gaan. Goed, er moeten wat herstelwerkzaamheden verricht worden, lijkt het, bij Selim Tataroglu. Het geeft in ieder geval Ogawa even de tijd om bij te komen. Hij heeft dus tot een hele zware wedstrijd achter de rug tegen de Duitser Muller. Die wij straks waarschijnlijk in de finale zullen gaan zien tegen de Fransman David Douillet. Neem aan dat er wat bloed verzorgd moet worden, want dat, ja, dat krijg je natuurlijk een gewoon enorme troep op zo'n mat. Hier de Japanse coach, ook hij er niet helemaal gerust op, lijkt het. Ogawa. Hij staat een koka achter. Het geeft hem in ieder geval tijd om te herstellen. Zodat hij dadelijk weer met volle overgave op zijn tegenstander kan werpen.
de broek wordt gewisseld. Zou het dan dat zijn geweest? Gescheurde broek. Daar mag uiteraard niet meer doorgehuurd worden, want je kunt in allerlei openingen blijven haken met vingerstenen, et cetera. Wat, u ziet het, de broek wordt gewisseld bij de kant van Selim Tataroglu. Er is maar liefst op deze, in deze enorme hal een enorme hal, 200 vierkante meter aparte mat aangelegd voor de judoka's achter de tribunes om zich lekker op te warmen. Er zijn speciale zalen aangelegd om judoka's medisch bij te staan en om de concentratie van de judoka's absoluut niet te verstoren zijn slechts de camera's van het tv-station toegestaan. En daar een vermaning voor Selim Tataroglu, die weer onvervaard aan het werk gaat. Maar het betekent wel dat de stand gelijk is getrokken. Beide nu een koka. Bushido gaat meteen door voor koka tegenwoordig. De Turk met die rechterhand over die schouder heen van Ogawa. Daar zit gevaar in. Over die kant valt Tataroglu steeds aan. Krijgt daar weer een judo. Beide krijgen een judo. Nou, dan wordt dan een juko, dus er verandert eigenlijk nog weinig. Ja, daar misschien die poging om dat beentje erachter te plaatsen en dan het gewicht naar voren te gooien. Maar ook dat werd doorzien door Ogawa. Het is vaak natuurlijk verschrikkelijk veel kracht judo wat je ziet in die zware klasse. En hier in de strijd om het brons in de categorie boven de 95 kilogram, waarin de Nederlander Danny Ebbers in de tweede ronde de strijd moest opgeven. Tenminste, hij verloor die wedstrijd van de Griek Garal Papayanu. Na in de eerste ronde te hebben gewonnen van Imre Chos, de Hongaar. En aangezien Papiano eruit ging tegen de Estlander Pertelson, was het toernooi voor de jonge Nijmegenaar voorbij. Maar goed, die heeft tijd genoeg om zich verder te ontwikkelen. Dat zal geen probleem zijn voor deze judoka van Judo Rio Nijmegen. Minuut 20 en de Turkse judoka blijft toch wel de man die steeds het initiatief neemt. Oersterke man, Selim Tataroglu. Maar de veelvoudig wereldkampioen Ogawa heeft natuurlijk een zeer lange lijst, een zeer grote staat van dienst. Ja, wat knap gedaan daar van Ogawa. De aanval van Tataroglu op het juiste moment overgenomen.
En dit heb ik hem al eens een keer gezien op een andere WK. Even het moment van zoeken. De aanval en meteen die balansverstoring. Ippon gescoord hier door Ogawa. En dat brengt hem brons. Het ging razendsnel. Kijk hier, daar. Die Uchimata gemaakt door Ogawa.